De verschillende delen lopen geruisloos in elkaar over, wat ervoor zorgt dat de spanning van begin tot einde gehandhaafd blijft. De dag breekt aan. De vrachtschepen varen binnen. Dit eerste deel begint heel sfeervol en wordt naarmate het deel vordert steeds voller en krachtiger. Bij het binnenvaren van de vrachtschepen voeren de melodische instrumenten de boventoon. Vanuit de horizon verschijnt het vrachtschip en nadert de sluis. Bij het binnenvaren van de sluis worden traditionele geluiden die bij een sluis te horen zijn nagebootst. Nadat het vrachtschip de plaats van bestemming heeft bereikt, sluiten de schutdeuren. De kommek loopt vol, de schippers wachten geduldig. Deel 2 is een zeer spanningsvol deel dat vanuit het niets wordt opgebouwd. Het vollopen van de kommek om het verval van de sluis te overbruggen wordt door enkele prachtige passages in 6/8 gespeeld. Melodische instrumenten als marimba, klokkenspel en buisklokken worden hierin ondersteund door drums en trommels. Zeer sfeervol is hier het gebruik van de log drum. Groen licht voor de schippers. Deel 3. Het verval is overbrugd, de schutdeuren openen zich en de schipper kan vertrekken. U kunt zich voorstellen dat dit een behoorlijk aantal decibel aan geluid teweeg brengt. Dit wordt ook zo vertolkt door de slagwerkers van Born. Veel bassdrumgeweld afgewisseld met solistisch werk op snare en doffe trommel. Tegen het einde van het deel heeft het vrachtschip de horizon bereikt en keert de rust terug bij de sluis die zich opmaakt voor de nacht. 'S Nachts gebeuren er op de sluis de meest vreemde, onverklaarbare dingen. De mysterie van Sluis by Night wordt in het vierde en laatste deel weergegeven op een manier die niet te beschrijven is. De meest briljante passages uit het werk zitten in het vierde deel. Vooral ook de manier waarop naar de climax wordt toegewerkt, getuigt van uitzonderlijke klasse van de componist. Dames en heren, geef ze geweldig applaus. Drum Battalion onder leiding van Roy van Vers.